Jezus sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw zoon, dan zal de zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van uw macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt, het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven, uw naam bekendgemaakt. Ze waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard. En nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. Ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat ik hen in mijn grootheid zichtbaar geworden heb. Ik ben niet alleen meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn, zoals wij één zijn. Zoals ik bij hen was, heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt. Geen van hen is verloren gegaan, behalve hij die verloren moest gaan, omdat de schrift in vervulling ging. Nu kom ik naar u toe en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hen hun woord gegeven. De wereld haat hen, omdat zij niet bij de wereld horen, zoals ik ook niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld wil wegnemen, maar of u hen wil beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik, ook zij, door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door de verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen ook zo in ons zijn, omdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen de grootheid gezien worden die u mij gegeven hebt, omdat ik u al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb uw naam bekendgemaakt, en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waar u mij lief had, in hen zal zijn, en ik in hen. Jezus gevangen genomen en verhoord. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hoge priesters en de fariseeën.
Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: "Wie zoeken jullie?" Ze antwoordden: "Jezus uit Nazareth." "Ik ben het," zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, naast hem stond. Toen hij dat zei, "Ik ben het," deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Weer vroeg Jezus: "Wie zoeken jullie?" En weer antwoordden ze: "Jezus uit Nazareth." "Ik heb jullie al gezegd, ik ben het," zei Jezus. "Maar als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan." En daarmee gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: "Geen van hen die u mij gegeven hebt, zal ik verloren laten gaan." Daarop trok Simon Peters het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus: "Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?" De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas was dat jaar hoge priester en hij was het die de Joden had voorgehouden: "Het is goed dat één man sterft voor het hele volk." Simon Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hoge priester en ging met Jezus het paleis van de hoge priester in. Maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. En daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hoge priester, weer naar buiten. Hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. Het meisje sprak Petrus aan: "Ben jij soms ook een leerling van die man?" "Nee, ik niet," zei hij. De slaven en de gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was. Ook Petrus ging zich erbij staan warmen. De hoge priester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Jezus zei: "Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel. En nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben. Zij weten wat ik gezegd heb." Toen Jezus dat zei, gaf een van de dienaren die erbij stonden hem een klap in het gezicht. "Is dat een manier om de hoge priester te antwoorden?" Jezus zei: "Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was. Maar als het juist is wat ik gezegd heb, waarom slaat u me dan?" Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Caiaphas, de hoge priester. Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. "Ben jij soms ook een leerling van hem?" vroegen ze. "Nee," antwoordde Petrus, "ik niet." Maar een van de slaven van de hoge priester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: "Maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de olijfgaard." Weer ontkende Petrus en meteen kraaide er een haan. Jezus werd van Caiaphas naar het praetorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen om zich niet te verontreinigen voor het Pesachmaal. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: "Waarvan beschuldigt u deze man?" Ze antwoordden: "Als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben." Pilatus zei: "Neem hem dan mee en veroordeel hem volgens uw eigen wet." Maar de Joden wierpen tegen:
wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen. Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling, waarin hij aanduidde welke dood hij sterven zou. Nu ging Pilatus het praetorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: "Bent u de koning van de Joden?" Jezus antwoordde: "Vraagt u dit uit uzelf? Of hebben anderen dit over mij gezegd?" "Ik ben toch geen Jood," antwoordde Pilatus. "Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan?" Jezus antwoordde: "Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier." Pilatus zei: "U bent dus koning?" "U zegt dat ik koning ben," zei Jezus. "Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg." Hierop zei Pilatus: "Maar wat is waarheid?" Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. "Ik heb geen schuld in hem gevonden," zei hij. "Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat. Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?" Toen begon iedereen te schreeuwen: "Hem niet, maar Barabbas." Barabbas was een misdadiger. Jezus wordt gemarteld en gehoond. Toen liet Pilatus Jezus gezelen. De soldaten vlochten een kroon van doornentakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: "Leve de koning van de Judeërs!" En ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei: "Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden." Daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. "Hier is hij, de mens," zei Pilatus. Maar toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen: "Kruisig hem, kruisig hem." Toen zei Pilatus: "Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is." De Judeërs zeiden: "We hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd." Toen Pilatus dat hoorde, werd hij erg bang. Hij ging het praetorium weer in en vroeg aan Jezus: "Waar komt u vandaan?" Maar Jezus gaf geen antwoord. "Waarom zegt u niets tegen mij?" vroeg Pilatus. "Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of om u te kruisigen?" Jezus antwoordde: "De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom dragen degene die mij aan u uitgeleverd heeft, de meeste schuld." Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Judeërs riepen: "Als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. Want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer." Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag voor Pesach. Pilatus zei tegen de Judeërs: "Hier is hij, uw koning." Meteen schreeuwden ze: "Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem." Pilatus vroeg: "Moet ik uw koning kruisigen?" Maar de hoge priesters antwoordden: "Wij hebben geen andere koning dan de keizer." Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Zij voerden Jezus weg. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen, aan weerskanten één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: "Jezus
uit Nazareth, koning van de Judeërs. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en in het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Judeërs gelezen. De hoge priesters van de Judeërs zeiden tegen Pilatus: u moet niet koning van de Judeërs schrijven, maar deze man heeft beweerd: ik ben de koning van de Judeërs. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, was het antwoord van Pilatus. Jezus gekruisigd en begraven. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren. Voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling: dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij: ik heb dorst. Er stond daar een vat zure wijn. Ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij: het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Het was voorbereidingsdag en de Judeërs wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat, en nog wel een bijzondere Sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat u ook gelooft. Zo ging de schrift in vervulling. Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. Een andere schrifttekst zegt: zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken. Na deze gebeurtenis vroeg Jozef uit Arimathea, die uit vrees voor de Judeërs in het geheim een leerling van Jezus was, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 litra. Ze wikkelden Jezus' lichaam met balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een begrafenis van Judeërs. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een olijfgaard. En daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Judeërs voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling,
van wie Jezus veel hield en zei: "Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben." Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. "Waarom huil je?" vroegen ze haar. Ze zei: "Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben gelicht." Na deze woorden keek ze om en ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. "Waarom huil je?" vroeg Jezus. "Wie zoek je?" Maria dacht dat het de tuinman was en zei: "Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen." Jezus zei tegen haar: "Maria." En ze draaide zich om en zei: "Rabboni," wat meester betekent. "Houd mij niet vast," zei Jezus. "Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is." Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: "Ik heb de Heer gezien." En ze vertelde alles wat hij tegen haar had gezegd. Verschijningen. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Judeërs. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Ik wens jullie vrede." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonden zouden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." Een van de 12, Thomas, dat tweeling betekent, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: "Wij hebben de Heer gezien," zei hij: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, pas dan zal ik geloven." Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren en daarna richtte hij zich tot Thomas: "Leg je vinger hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God." Jezus zei tegen hem: "Omdat je me hebt gezien, geloof je.
Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, leeft in zijn naam. Slot van het evangelie. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. We gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze, gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in, dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem hier? Maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom, maar jij moet mij volgen. Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven. Maar Jezus had niet gezegd, hij zal niet sterven, maar het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.